En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een leuke adventkalender unboxen. Ik ga vandaag de Maybelline 2020 adventkalender unboxen. Ik ben super benieuwd naar deze kalender. Hij is echt huge. Hij is echt heel erg groot. Ik had hem niet zo groot verwacht. Hij is groter dan een gemiddelde adventkalender. En ik ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. Je kunt online gewoon al wel af en toe zien wat erin zit. Maar ik probeer daar altijd niet naar te kijken. Want ik wil altijd dat het een verrassing blijft. En over verrassingen gesproken, als jij niet wilt weten wat erin zit, moet je vooral deze video niet kijken. Klik weg, ga weg, ga iets anders doen. Want ik ga dus vandaag letterlijk alle boxjes unboxen om te zien wat er allemaal in zit. Voor de mensen die het concept van een adventkalender niet helemaal begrijpen. Adventkalender is een kalender die gaat tot meestal 24 en je kunt dan in de maand december elke dag één vakje openen. En in elk vakje zit dan gewoon iets. Maar ik ga hem gewoon vandaag helemaal compleet unboxen om gewoon te zien wat erin zit. Ook heel erg handig voor jullie, want dan weet je of het je geld waard is of niet. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dit nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik zal even beginnen met te vertellen wat ik op mijn lippen heb, want dan hoef je dat niet meer te vragen. Ik heb een combo op van Juvia's Place. Ik heb hun lippotseloodje op in de kleur Scorpio met een lipstick in de kleur A Mauve Moment. Hele mooie, beetje licht paarse kleur. En dan deze lipgloss van hun. Dit is de, even kijken, So Glazed lipgloss. Heel erg mooie combo, alleen is dit merk hier niet te kopen. Dus je hebt hier echt niks aan eigenlijk. Oké, nou dit is dan de hele adventkalender. Ik heb hem besteld bij Zalando en hij was iets van 40 euro volgens mij. Maar het komt toch nu in beeld. Dus deze heb ik daar besteld. Het is wel echt een prachtige kalender. Jongens, ik ben zo benieuwd wat hierin zit. Want ik heb echt werkelijk waar geen enkel idee. Dus let's do this. Het zal dus vooral make-up zijn denk ik. Want ja, obvious. Is dit een make-up merk? En daar ben ik heel blij mee. Want ik hou altijd van make-up adventkalenders. Alle kalenders die ik ook ga unboxen hebben allemaal te maken met beauty. Dus skincare, beauty, make-up, dat soort dingen. Als er nog een kalender is die jij graag wilt zien, let me know beneden. Want ik ga gewoon zoveel kalenders unboxen als kan. Dus er is geen limiet. De prijs maakt ook niet uit. Oké, nou dit is hem dan. Zoals je ziet staat er hierop Merry Christmas. En is er een strik. En je kunt hem dan denk ik gewoon zo openmaken. Oh, wacht. Hij is dicht met plakband. Dit is een beetje een prijzige kalender. Dus ik ga ervan uit dat ik de vakjes gewoon makkelijk open krijg. Want ik ga niet veel betalen om vervolgens te struggelen met al die vakjes. Zoals bij de Action Advent kalender video. Oké, hij is open. Maar oh, je moet hem gewoon kapot maken. Oké, je moet hem gewoon kapot maken. Oh, dit ding is zo groot. Jongens, hij is open. Dit was me een partijtje werk. Ik ga een beetje naar achteren. Want dit is dan de kalender en je kunt hier een bucketlist maken. Wacht. Oh mijn god, om dit vast te houden is echt struggle. Hier staat holiday bucketlist en dan kun je hier opschrijven wat je allemaal wilt doen of wilt hebben of whatever. Er staan al vier dingen, maar het is Duits. En ik kan geen Duits, dus ik heb geen idee wat nou hier staat. Waarom hebben ze het dan niet ook gewoon gedaan in het Engels? Maar oké. Even kijken. En aan de andere kant zit dit. Maar jongens, deze kalender vasthouden is echt een gezeik. Dus ik ga even deze eraf halen. En ja, dan is dit wat overblijft. Dit zijn alle vakjes en je moet ze gewoon eruit halen. Kijk, je kunt gewoon, het zijn gewoon van die boxjes. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Want dan gaan mijn nagels niet kapot. Want met die normale adventkalenders moet je ze helemaal zo openbreken. En dat is echt fataal voor mijn nep nagels altijd. Dus ja. Nou, laten we gewoon alle vakjes gaan openen, jongens. Ik ga beginnen met nummer 1. Die moet je dus openmaken op 1 december. Normaliter. Ik denk dat dit echt een ideale kalender gaat zijn voor iedereen die van make-up houdt. Oh, nagellak. Jongens, we hebben een hele donkerbruine nagellak. Wel heel mooi. Kijk, een hele donkerbruine nagellak. Mijn lens wil weer niet focussen. Zo irritant. Dit is in de kleur 357 Burgundy Kiss. Is een beetje bordeaux rood bruinachtig. Nagellakjes doe ik altijd weg. Want ik heb acrylnagels. Dus die gebruik ik nooit. Maar alles wat ik niet gebruik gaat of naar mijn moeder. Of in de winactie. Meestal gaat bijna alles gewoon in de winactie. In december komt weer de volgende winactie. Waar is nummer 2? Nummer 2 is deze. Hij is best wel licht. Volgens mij is het iets kleins. Oh, een mini mascara. Dit is de Colossal mascara. De mini versie van deze mascara van hun. Nummer 3. Deze is een beetje groot. En het voelt alsof er iets groots in zit. Alles is zo Duits. Alles wat hierop staat is Duits. Jongens, ik kan geen Duits. Waarom gewoon niet dan Engels? Oh, katten, wintertagen, mochten man toch nu verrijzen.
Wat is dit dan? Oh, een make-up tasje, denk ik. Ja, een klein plastic make-up tasje. Nou, ook handig om te hebben, ook voor op reis. Nummer 4, toch? Ik vergeet altijd waar ik ben gebleven, maar volgens mij nummer 4. Het kan zijn dat ik hier en daar eentje ga vergeten. Dit is nummer 4. Eye make-up remover. Ik ben heel blij met oogmake-up remover, want die moet ik altijd hebben. Kijk, dit is de oogmake-up remover. Hij is wel heel klein. Deze ga ik zeker 2 weken gebruiken om je oogmake-up eraf te halen. Ik ga echt door oogmake-up remover heen alsof het water is. Obvious maak ik altijd best wel heftige ooglooks, zoals je nu ook weer kunt zien. Dus echt elke dag moet ik mijn make-up eraf halen met oogmake-up remover. En ik gebruik ook altijd best wel veel, omdat ik gewoon altijd best wel veel oogmake-up op heb. Dus oogmake-up remover kan ik niet genoeg hebben. Dus hier ben ik blij mee. Waar is nummer 5 dan? Oh, hier is 5. Nummer 5 is ook best wel groot, maar het lijkt weer alsof er iets heel kleins in zit. Lipbalm. Babyliss lipbalm. Volgens mij is dit de full size gewoon. Babyliss lipbalm van Maybelline. Volgens mij is gewoon dit full size. Lipbalm maakt mij niet per se heel erg blij, maar is wel gewoon altijd handig om te hebben. Dan heb ik hier nummer 6. Voelt ook weer iets kleins aan. Waarom is alles zo klein? Dat vind ik wel echt jammer. Oh nee! Ik was weer aan het klagen van niks. We hebben een full size mascara. Sensational. Sensational toch? Ja, mascara of zoiets. Een full size mascara, jongens. Deze mini mascara is normaal gesproken ook zo. Oh, mijn wekker gaat gewoon af hier. Ik was heel eventjes weg met I'm back. Even kijken, waar zijn we nou gebleven? Dit was 6. Volgens mij nummer 7. Ja, nummer 7. Voelt ook weer klein aan. Oh, een full size lipstick. In een kleur die niemand wil. Maar oké, nummer 25. Is een beetje een lichte paarse kleur, ja. Weet je wat het is, jongens? Aan de ene kant snap ik dat ze zo'n kleur doen in een adventkalender. Want ja, adventkalenders worden meestal opgevuld met producten die niet heel goed verkopen. Maar ja, zo'n kleur, jongens, wie gebruikt dit? Ik denk niet dat heel veel mensen dit gebruiken. Kijk, het is een beetje grijzig paars. Een beetje zo'n kleur van ik ben dood. Maar ja, we hebben in ieder geval wel een full size lipstick gekregen. Daar ben ik wel blij mee dat het gewoon full size is. We gaan verder met nummer 8. Waar is nummer 8? Ik ben heel tijd een kwartier op zoek om gewoon alles te vinden. Oh, hier is nummer 8. Dit is een vrij klein doosje. Oh, we hebben een mini primer. De Hydrating Primer. Kijk, dit is de Hydrating Primer, maar de mini versie. We krijgen 10 milliliter, ja. Ik heb ook in mijn Action Advent kalender video verteld. Als iets 20 milliliter of minder is, dan dat vind ik wel een beetje dat ik denk van ja. Op zijn minst 30 milliliter of 20. 20 is echt mijn grens, maar 10 is wel echt heel klein. Maar ja, dit kan ik misschien 2 keer gebruiken of zo. We gaan verder met nummer 9. Deze is best wel groot. Ik ben benieuwd wat hierin zit. Ik hoop een full size product. Wauw, de Face Studio Chrome Highlighter. Dit is echt een fave product van heel veel mensen. Ik heb hem ook gehad. Ik vond hem niet echt super super. Ik begreep niet echt de hele hype. Want er is echt een hele hype hierom. Iedereen vindt hem echt geweldig. Ik vind hem gewoon, ja, gewoon mooi. Dit is wel kleur is dit. 100 Molten Gold. Dat was ook de kleur die ik had. Ik had niet verwacht dat deze in de adventkalender zou zitten. Die wordt heel goed verkocht. Dus hier ben ik wel blij mee. Dit vind ik wel iets goeds. We gaan verder met nummer 10. Deze is ook best wel groot. Maar wat erin zit voelt weer heel erg klein. Een potloodje. Wat is dit? Color Show potlood. Is dit een oogpotloodje? Ja, een zwart oogpotloodje volgens mij. Kijk, dit is een zwart oogpotloodje van hun. Ik heb echt genoeg zwarte oogpotloodjes, dus deze ga ik in een winactie doen. Maar ja, als je nog op zoek bent naar een zwart oogpotloodje, dan ben je hier denk ik wel blij mee. Nummer 11 is hier. Een vel. Ja. Ik moet zeggen, tot nu toe vind ik de kalender niet echt heel top. Maar ja, dat is wel echt een persoonlijke mening. Misschien kan iemand anders dit allemaal heel leuk vinden, maar tot nu toe vind ik alles een beetje klein ook. Heel veel kleine verpakkingen. En ja, ook zoals dit zo. Dan die lipkleur die echt niemand wil. En ja, whatever. We gaan verder. Nummer 12. Dat is deze. Ik vind dat in een adventkalender van 40 euro geen vel mag zitten. Oeh, we hebben weer een lipstick. Deze kleur lijkt mooi. Pink for me. Nummer 376. Prachtig. Dit is echt een hele mooie kleur. Kijk hoe mooi nude die is. Heel mooi. Hier ben ik echt, echt heel blij mee. Love it. Ook gewoon full size. Ik hoop gewoon dat er vanaf nu alles super leuk gaat zijn. Nummer 13. Nog een lipstick.
Oh, deze kleur is volgens mij ook heel mooi. Feel Pink 162. Ja, ook heel mooi. Een mooie lichte roze nude kleur is dit. Kijk, deze zou echt prachtig zijn voor meiden met een mooie lichte huid. Heel mooi dit. Ook wel echt een ander soort kleur dan die ernaast. Hij is echt een stukje lichter. Hier ben ik ook blij mee. Het zijn ook allemaal verschillende lipsticks van hun. Dit is van de Color Sensational lijn. Deze is van hun cream lijn. En deze is van hun matte ultra matte lijn. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dat ze echt hele verschillende formules hebben erin hebben gedaan. Oeh, nou gaat het ineens allemaal heel erg goed. Nummer 14. Benieuwd wat hierin zit. Hij voelt ook weer best wel licht aan. Eyeliner pen. Maar wel de mini versie. Dit is hun eyeliner pen. Ik heb die ooit gehad. Alleen kan ik mij niet meer echt herinneren wat ik ervan vond. Dus deze ga ik zeker houden en proberen. We gaan verder met nummer 15. Ik ben echt obsessed met mijn lipkleur. Ik vind het echt heel mooi. Deze lip combo heb ik nog nooit zo opgedaan. Maar I'm here for it. Even kijken. Wat zat in nummer 15? Nog een nagellak. Heel mooi rood. Maar ja, nogmaals. Ik heb acryl nagels. Dus dit gaat in de winactie. Maar ik vind het wel echt een prachtige kleur. Nummer 16. Die is hier. Oh, een beauty blender van Maybelline. Een mooie lichte roze kleur. Deze ga ik zeker twee te proberen. Ik ben benieuwd. Even voelen of die zacht is. Ja. Oh, hier ben ik echt blij mee. Hij voelt echt heel zacht aan. Deze ga ik zeker proberen. Hij viel uit mond. Nummer 17. Kijken wat hierin zit. Oeh, nog een lipstick. We hebben wel veel lipsticks, but daar klaag ik echt niet over. Ik hou van lipsticks. Ik kan niet genoeg lipsticks hebben. Ook weer in een lichte roze kleur. 157 More to Adore. Ik laat alles vallen. Dit is een beetje koraalroze-achtig. Ik ga hem swatchen naast die andere. Het zijn wel allemaal roze kleuren, maar wel allemaal heel anders. Kijk, dit is die kleur die ik nou heb geswatcht. Hij lijkt wel een beetje op die ernaast, maar ik zie toch wel echt verschil. Een man zou nou echt gewoon geen verschil zien. Laat dit aan je man zien. Voor alle meiden die een man hebben of een vriend, laat die twee kleuren zien en vraag of ze verschil zien. Hun zien gewoon geen verschil. Ja, I like it. Heel erg mooi. Die drie kleuren vind ik echt prachtig. Maar ik moet wel zeggen, ik heb het nou wel een beetje gehad met de roze kleuren. Dus als er nog een lipstick in zit, hoop ik een beetje op een andere soort kleur. Misschien een rood of een lichtbruin of whatever. Nummer 18. We gaan richting het einde. Oh my god. Nagellak. Een zwarte nagellak. Deze ga ik wel houden voor mijn teennagels. Die doe ik gewoon altijd met nagellak. Ik heb nou toevallig ook zwart op, dus deze ga ik zeker houden. Dit is gewoon een zwarte kleur, verder niks bijzonders. Dus deze ga ik wel houden. Nummer 19. Voelt ook weer een beetje lichtjes aan. Mascara. De Falsies Lash Lift Mascara. Nou, we hebben echt superveel lipsticks en superveel mascara's. Maar wel allemaal klein. Er is tot nu toe twee kleine en één grote mascara. Dus deze ga ik ook zeker proberen. Nummer 20 is ook weer even groot als die van net. Nog een lipstick, eindelijk in een andere kleur. Mijn gebeden zijn verhoord. Gehoord. Is het verhoord of gehoord? 260 Starlet Ennis of zoiets. Deze is satijn. Heel mooi. Oh mijn god, ik hou van bruine kleuren die hierop lijken. Ideaal voor de herfst. Kijk jongens. Iedereen die al mijn video's al lang bekijkt, die weten hoeveel ik hou van bruine nude kleurtjes. Ik draag bijna altijd bruin. Dus hier ben ik heel happy mee. Prachtig. Nummer 21 is een beetje klein. Oeh, die... Die lipstick van net, die ruikt lekker. Ruikt nou... Ja, het is echt deze lipstick. Hij ruikt echt heerlijk. Even kijken, nummer 21 is een beetje klein. We hebben weer een mini gezichtsprimer. Dit is een illuminating primer. Die andere was hydrating en dit is illuminating. Dit was die andere allebei wel klein. Dit is dus als je een beetje een glansje wilt. Dus deze ga ik ook proberen. Ook wel slechts maar 10 milliliter. Ik vind 10 wel echt belachelijk weinig jongens. Oh my god. Nummer 22 is best wel groot. Oh ja, dit vind ik ook heel dom. Een spiegeltje. Ik ga hem niet eens openmaken. Deze gaat gewoon gelijk of in de winactie of naar mijn moeder. Maar dit is gewoon een spiegeltje. Dit soort dingen en vuil en zo denk ik echt. Had niet hoeven. We gaan verder met nummer 23. Nog twee. Meestal is de laatste het beste. Nummer 24. Die voelt ook goed gevuld aan. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik wil geen te hoge verwachtingen hebben. Want anders word ik weer teleurgesteld. Maar nou is 23. We hebben een full size mascara. De Sensational mascara weer. Of ja, weer. Dit is wel echt een andere mascara volgens mij. Toch? Ja, dit zijn wel allebei twee hele andere mascara's. Wat is dan het verschil? Ik heb geen idee. Ze heten allebei Sensational. Geen idee, maar ik ga ze wel allebei houden en proberen. Nummer 24, de laatste.
Bronzer, City Bronzer, ben ik wel happy mee. Is niet per se dat ik denk van wauw, dit is de bronzer, het is een matte bronzer. Voor mij persoonlijk, medium en cool zijn niet echt de kleuren waar ik naar neig. Ik hou altijd van een hele warme bronzer. Heb ik nou ook op, zoals je ziet. Je ziet dat hij best wel een beetje een oranje ondertoon heeft. Er staat ook op bronzer en contour. En ik denk dat hij als contour wel goed zou gaan zijn, maar... Ja, ik denk dat ik iemand anders hier blijer mee kan maken dan mezelf. Dus deze ga ik in winactie doen. Maar ik vind wel echt een goed product voor in een adventkalender. En dat was het dan. Dan is de hele adventkalender een link. Nou jongens, dit was dan de 2020 Maybelline adventkalender. Wat vind ik er nou uiteindelijk van? Zou ik hem aanraden? Ik zou hem aanraden als je houdt van make-up, sowieso. En ik moet wel zeggen, er is heel veel lipstick en heel veel mascara. Dus daar moet je ook echt van houden. Ga deze kalender niet halen voor iemand die geen lipstick opdoet, bijvoorbeeld. Dan is hij echt niks. Al met al vind ik het wel een leuke kalender. In het begin was ik een klein beetje bang. Maar als iemand deze kalender zou halen voor mij, zou ik er echt wel happy mee zijn geweest. Nou heb ik er gewoon voor betaald. En ik vind niet dat ik mijn geld heb verspild. Ik vind dat ik echt wel leuke producten heb gekregen. Dus ik heb zeker geen spijt dat ik hem heb besteld. Het enige wat ik minder vind is dat sommige dingen wel echt heel erg klein zijn. 10 milliliter vind ik wel echt heel erg weinig. En dit soort producten vind ik niet passen in een 40 euro adventkalender. Maar voor de rest, de lipsticks zijn echt prachtig. Je hebt een bronzer, je hebt 2 full size mascara. Mascara's, een aantal kleine mascara's, een lipbalmpje, ook een skincare product, een sponsje. Het zijn echt best wel verschillende soorten producten en dat vind ik ook heel erg goed. Dus uiteindelijk zou ik deze adventkalender echt wel aanraden. Ik vind het echt wel gewoon een leuke kalender. Laat me weten wat jullie vinden van de kalender beneden in de reactie. En gewoon wat je vond van de algehele video en welke kalenders je nog meer wilt zien, want dan ga ik die zeker bestellen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!